Met de ene klusje klaar ben, begint te zeuren over het volgende. Om te beginnen, zwangere vrouw. Hallo, goedemorgen. We moeten een beetje stil zijn. Ja. We gaan de tafel versieren. Oh, en het is ook nog eens woensdag, joh. Dus we beginnen de dag sowieso met een Godzilla. Mannetje ook al getekend, hè? En mama die was weer slank. Mama was weer slank. Oké. Slanker. Dus dat was jij. Bak uit. Zo, Jola naar school gebracht, taxi uitgelaten. Tompoezen als ontbijt gegeten. Heerlijk. En geslapen in de nieuwe slaapkamer. Mijn dag kan niet meer stuk. Vandaag gaan we verder met alles lekker reorganiseren in huis. De kamers een beetje iets proberen in te delen. Kan nog niet helemaal, want we moeten nog even een keertje naar de IKEA. Ik ga naar de verloskundige nu. Dus waggel. Kijken hoe alles gaat. Dit wordt dus een kamer. Van waar ik ga bevallen. Het ruikt hier in het ziekenhuis altijd naar gehaktballen met jus. Maar goed, alles was weer goed. Ik sta te wachten op de lift. En alles duidelijk. Nog even wat dingen gevraagd over het bevallen en waar dan. En dus veranderd naar het kraamhotel hier. Oh, en ik vergeet nog helemaal te zeggen. Hij is een stukje ingedaald. Nog niet helemaal. Maar hij ligt echt al helemaal naar beneden. En de kans dat hij nog terug gaat is niet heel groot meer. Dus hij is gewoon on his way. Zegt niks trouwens over de dag dat je bevalt hoor. Op deze Valentijnsdag ga ik een cadeautje voor mezelf bestellen. Nee hoor, deze had ik al heel erg lang op mijn verlanglijstje staan. We zijn natuurlijk ook een beetje bezig om het huis ook een beetje te leuk aan te kleden. Vrienden van ons die hebben een Bricks salontafel en die vind ik zo leuk. Die wil ik nu ook bestellen en dan in een andere kleur die iets meer bij ons interieur past. Ja, die ga ik nu eindelijk bestellen. Oh, ik heb 3 kinderen bij me. Jola met haar vriendinnen, want we gaan eventjes naar de piep. Op zoek naar Jan Jans, nieuwe Jan Jansjes. Vlog, vriendinnen. Ja. Wacht, deze lenen. Mama, zullen we ze allemaal meenemen? Je ziet hier ook. Nou, six. Oké, jongens. Hebben jullie ooit een vrouw gezien met een six? Ja, mama. Het is maar een boek. Het is maar een boek. Echt waar, je beeld gezien. Mooi, hè? Geen echt vriendje. Ik een dekbed. Ik schaam me dood. Ik heb niks. Je bent mama. Eet smakelijk allemaal, meiden. Hebben jullie nog iets gekregen voor Valentijnsdag? Nee. Maar van juf Astrid kregen we een snoepje. Oh, wat schattig. Ik heb chocola gekregen. Dat is altijd goed. Heltje. Wat is er? Ik vond het lachen. Ik moet gewoon overal huilen zoals hierom. Moet ik dan weer kijken? Kijk dan. Zag je dat? Wow. Oh, dat is gewoon niks in de gaten. Ik ga hard, man. Snap ik. Ik heb gaten geboord en toen heb ik dat spul eruit geblazen. Nou, Bart is eventjes even wat cursus aan het doen. En ik ben aan het editen. 7 of 9, ja. Maar ja, goed. Dat is
van goed doel. Zeker. Een tevreden zwangere vrouw. Ja, dat moet je heel erg voor. Met één klusje klaar en begin je te zeuren over het volgende. Goed te beginnen, zwangere vrouw. Als ik dat even doorknal, dan ben ik over een half uurtje klaar. En dan kan ik lekker vroeg naar bed. Ik voel het echt. Het lijkt wel alsof ik voel dat hij aan het indalen is. Het voelt heel bedrukt, zeg maar. Ik weet niet of dat goede woorden zijn, maar het voelt echt bedrukt. Dus, ja. Morgen ga ik babykleertjes wassen. En abonneer voor meer. En om mij te belonen voor dit harde werken terwijl ik ook nog zwanger ben. Rock that joint.